De ster of windroos is niet het middelpunt van België of zoals velen durven beweren van Tenen. Dit was de plaats waar de schandpaal stond of het schavot werd opgesteld. De laatste terechtstelling met zwaard werd uitgevoerd in 1636. In 1845 werd hier voor het laatst een veroordeelde aan een schandpaal gebonden. 2 jaar later vond er de laatste terechtstelling in Tenen plaats. Dit gebeurde met een geleende guillotine. Zoals velen durven beweren van Tenen. Dit was de plaats waar de schandpaal stond of het schavot opgesteld. De laatste terechtstelling met zwaard werd uitgevoerd in 1636. In 1835 werd hier voor het laatst een veroordeelde aan een schandpaal gebonden. 2 jaar later vond er de laatste terechtstelling in Tenen plaats. Dit gebeurde met een geleende guillotine.